ten einde de drempel tussen de Roma en Sinti en de rest van de maatschappij te verlagen, mag ik je mededelen dat het zijn majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Als ik hier ben, ben ik gewoon, hoor ik hierbij. En ik respecteer de wetten, de regels die hier zijn. Als ik ergens aan het spelen ben, dan ben je gewoon een andere persoon. Dan ben je opeens een VIP of zoiets, of laat maar zo zeggen. En hoe kijken andere kampbewoners daar tegenaan? Ach, weet je, voor hun ben ik zo'n beetje de gekke componist hier, die een beetje doorgedraaid is. En, ik heb hier, weet je, dat is het goede hier, ik heb hier mijn rust. Als jongen reeds vrij vroeg, ik wou muziek zelf gaan studeren. Maar goed, bij ons thuis was toen het geld niet voor. Ja, en ook het begrip niet, want bij ons thuis, mijn vader die vond sowieso, of überhaupt mijn familie, die vond muzikant is geen beroep. Hè. Dat doe je gewoon voor je hobby. Dus ik moest allemaal zelf gaan uitzoeken. Ik heb mijn 10e verjaardag van mijn grootmoeder een gitaar cadeau gekregen. En ik heb dan ooit eens een keer van mijn zakgeld heb ik er zo'n boekje gekocht. Daar zijn gitaargrepen afgebeeld, hè? Hoe je die grepen moet pakken op de gitaar en hoe ze heten. Onmiddellijk toen ik onder die poort doorliep, arbeid mag vrij, hè, daar ging mijn nekharen rechtop. En ik voelde dat hele ellende lichamelijk op me afkomen. Hè. Daar maak je helemaal geen voorstelling van. Hè. Want toen kreeg je het idee, ja, eigenlijk zou je voor al die slachtoffers die daar om het leven zijn gekomen, zou je eigenlijk een soort levend monument moeten maken. Ik slaap hier ook op de couch al sinds ik hier ben. Ik ben dat gewend hoor. Ik heb in de oorlog altijd op de bank geslapen. Ik heb daar ook nooit het bed opgemaakt. Ik heb gewoon op de bank geslapen. En dat is tot nu toe zo gebleven.